Vandaag gaan we pionnenroof spelen. De politieagenten staan tegen de muur aan achter de oranje pionnen en de rovers die staan bij de rode pion op de gele lijn. De politieagenten zorgen ervoor dat de pionnen niet van hun worden gestolen. De rovers gaan proberen de pionnen te stelen zonder getikt te worden. Als de rovers niet getikt zijn, dan rennen ze zo snel mogelijk naar de gele lijn en leggen ze hun pion op de gele lijn neer. Maar stel, ze hebben een pion in hun hand en ze worden getikt, leggen ze de pion rustig terug op de plek waar die stond en proberen ze het nog een keer.